Ja, we zijn live. Nou, even een intro-stukje. Van de tafel. Ja. Ik beweeg alleen maar eventjes het scherm. Hallo allemaal. Nou ja, allemaal. Jullie zijn met z'n alweer met z'n tienen. Hallo, goedemiddag. Sanne is er ook bij. Sanne gaat straks de camera overnemen. En dan ga ik jullie eens even laten zien wat er allemaal voor fraais is binnengekomen. En ook een paar mogelijkheden wat je met die artikelen kunt doen. Ik ga dus zelf niks live voordoen, maar ik heb wel allerlei illustratiedingetjes. Dus ik denk dat het toch wel eventjes zo'n leuke tussendooruitzending gaat worden. Laat ik mezelf ook nog heel eventjes in beeld zetten. Ja, hallo, dat was ik dus die aan het praten is. Nogmaals, leuk dat jullie meekijken. Ik ga jullie eventjes laten zien wat we allemaal weer hebben binnengekregen. Waaronder de nieuwe Travelers Notebook Collection van Elizabeth Craft Designs. Een klein voorbeeldje daarmee gemaakt ook, maar ook nog veel meer andere dingen. Sanne gaat filmen en ik ga jullie er even doorheen loodsen. Veel plezier bij het kijken! Even omdraaien. Zo. Bril bij de hand. Ja. Elizabeth Craft. Oh. Laat ik eens even beginnen met het geweldig mooie papier. Wat in een set. En eigenlijk de basis is voor de hele Traveler Notebook Collection. Ik ga er gewoon even doorheen bladeren. Oh, dit is de eerste. Ik dacht dit is het voorvel, maar kijk, de achterkant is bedrukt, dus die kun je gebruiken. Heb ik het zo goed in beeld? Ja. En de achterkant. Ik zou zeggen, maak er een pagina van, zodat je de voorkant en de achterkant kunt zien, want dat wordt nog lastig kiezen. Kijk eens hoe mooi. Maar hetzelfde geldt ook voor de achterkant. We gaan echt last krijgen van keuzestress, denk ik. Of je koopt er twee en dan kun je allebei de kanten gebruiken. Cool, hè? Ilse en Marleen hebben dit ontworpen, deze hele serie. Ik zeg complimenten, want het is echt geweldig. En dan doel ik niet alleen op het papier. Maar kijk, ze hebben bijvoorbeeld hier, en dat geldt ook voor andere pagina's of hoe noem je dat nou? Designpapier. Hebben ze de stansen in verwerkt. Daar ligt hij. Daar, daaronder. Hieronder? Nee, hier. Oh, daar. Kijk, want dit is dus een van de sets van de Travelers Notebook. En die bloem daar zie je dus hier. Heel erg vergroot. En datzelfde geldt voor die, want die heb ik ook in een set gezien. Die wordt nu al een puinhoop. Het zit in diezelfde bloemenzetting, daar. Nee, toch? Nee, of nee, het is niet die. Oh, het is die. Wij denken dat het deze is. Hij lijkt best, toch? En anders dan kom ik hem zo nog wel tegen. Maar dat vind ik dus echt superleuk gedaan. Het grappige is dat wij thuis behang hebben waar ook hele vergrote patronen op staan. En dat is hier ook gedaan. Kijk, hier zit hij ook weer. En die, daar. Erg leuk gedaan. Nou. Deze zitten ze ook weer. Of ik heb hem gezien als stempel, dat kan ook nog. Ik weet het niet, maakt niet uit. Schildpadjes. Ja, deze heb je al laten zien. Heb ik deze? Oh, ik ga de verkeerde kant op. Het is maar goed dat Sanne erbij is. Hier was ik gebleven. Die had je laten zien. Deze ook laten zien? Ja. Nou, het is al gewoon. Nee, deze had ik nog niet laten zien, toch? Ja, nou, misschien zit er dubbel in. Ik weet het ook niet. Het is een puinhoop. Maar
Mooi. Oh, kijk, het zit er twee keer in. Ah, kijk eens aan. Dus, helemaal geen keuzestress. Ze hebben gewoon alles twee keer erin gedaan. Ook goed. En een erg mooie set. Dat is dus het begin van de Travelers Notebook. Dit stencil, dat is een beetje onhandig, want het is wit op wit. Wacht even hoor, daar hebben we een oplossing voor. In de webshop is het trouwens wel goed te zien hoor, want daar hebben ze ook een, er zit ook een foto bij dat hij contra is. Maar zo kun je het wel zien. Artsy pens, that moment you are in the mood for making game. Gorgeous pages. Some gorgeous pages. Some gorgeous pages. Oh ja, some gorgeous pages. Wat staat hier? In your loose. In your loose leaf planner journal. Artsy pens. That moment, gorgeous pages. Nog een keer planner journal. Nou, nog wat dingetjes. Het is gewoon een heel erg leuk stenseltje om van alles mee te doen. Zo is die wel goed te zien. Deze. Die had ik eigenlijk niet voor mezelf bedacht. Maar toen bekeek ik ze nog eens een keer goed. En ik denk toch dat ik hem ook zelf ga aanschaffen. Want dit is een set met allemaal cijfers. Maar dan in ticketvorm. Dus het zijn eigenlijk allemaal kleine tickets. Met de cijfers erin. Van 0 tot en met 20, dacht ik. 31. Het is voor een planner. En ja, klopt. Het is voor een planner. En ook nog open vakjes die je kunt gebruiken. Dus heel veel dies in één set. Voor heel erg veel mogelijkheden. En wat ik zelf bedacht, het is ook leuk om zo'n ticket te gebruiken als iemand, om zijn, hoe noem je dat nou, zijn leeftijd op een kaart te verwerken. Ook in de webshop geldt hiervoor, er staan voorbeelden bij. Dus dan heb je een beetje een idee hoe het eruit komt te zien. Dan deze, die heb ik zelf al gebruikt. Die zit uiteraard anders verpakt, maar zo kan ik jullie gelijk even laten zien wat ik met de dice doe om ze goed te bewaren. Ik zal het er even uithalen. Ik gebruik de originele verpakking. Ik moet even wat pakken. Ik wil altijd graag weten van welk merk iets is. Dus ik bewaar eigenlijk altijd de originele verpakking. En dan plak ik daarop een magneetsheet. Dit is een rol van, wat staat er, 12 inch bij 24 inch. Dus zeg maar 30 bij 60 centimeter. Dus dat is een beste lap. Opgerold met een plaklaag. Die knip ik op maat. Oh. En vervolgens plak ik daar alle stansen weer op. In dit geval zit er aan de achterkant van de verpakking ook nog een setje. Dus daar heb ik ook een stuk op geplakt. En daar doe ik dan de rest op. Dit is de binnenkant van deze. Deze heb ik voor mijn vader gemaakt, die is vrijdagjarig. Ik heb nog steeds niet heel veel inspiratie en ik kan ook nog steeds niet zo heel erg veel doen. Maar dit was zo eenvoudig dat ik dacht, nou, dat moet dus lukken. Ik heb het gedaan met papier van, hoe heet je ook alweer, van, Inge weet het, Antonis Huppeltepup. Jullie kennen hem wel. Werkt voor Stemperia, ontwerpt voor Stemperia, moet ik zeggen. En deze hele snijmal, is dat goed te zien zo? Ja. Ja? Is dus deze pocket. En hoort dus in deze Traveler Notebook Collection.
Want dan maak je dus een envelop of een pocket. En die verwerk je dan weer in je notebook. Dit wordt uiteraard gelijk mee uitgestanst. Kijk maar hier. En die leg ik even terug. Dan zitten er ook nog drie kleine vlindertjes bij, halve vlinders. En eentje heb ik hierbij geplakt. Kijk. En op de voorkant zit een kleinere vlinder. En die hartjes, die vallen hieruit. Dus ik heb het papier omgedraaid en er gewoon bij geplakt. Gewoon voor de fun. En hier zitten ze dan. Wat zeg je? Ze zitten hierin. Duidelijk praten. Ja, oh ja, hier kun je ze ook goed zien. Zo. En dan is dit nog een extra set. En die heb ik gewoon. Dat is dus dat je uit het papier haalt, maar zonder dat het uitsnijdt, zeg maar. Snap je wel? Dat zijn die Mixed Media Dies van Tim ook. Zo snij je gewoon iets uit het papier zonder... Nou ja, ik kan het niet zo goed uitleggen. Jullie snappen dat, hoop ik. En dat is dus die. En de Happy Birthday komt uit een andere set. Een oudere set van Tim. Dit hoort gewoon bij het papier. Dus in mijn geval is dit achterkant, maar het ziet er toch leuk uit zo. Ik zal er nog even een lintje doorheen doen om het af te maken. Verjaardagscadeautje van mijn vader. Aanstaande vrijdag wordt hij 77. Goed, even verder met deze collectie. Nou, ik laat ze zomaar eventjes zien. Dit zijn edge dies. Dit is wel gewoon voor een pagina. Maar je krijgt hier een prachtige, sierlijke rand mee. En hetzelfde geldt voor deze. Deze zijn endless, dus die kun je gewoon steeds opschuiven. En dan loopt het patroon netjes door. Als ik het goed heb, hou me er niet aan vast. Want als ik het zo zie, kan deze ook hier weer op deze breedte. Nou, kwestie van uitproberen. Dus allemaal randjes aan je papier. En dit is wel een heel bijzonder mooie. Bloemen heb ik net al laten zien. Die zaten ook op het papier, maar dan vergroot. Kunnen natuurlijk ook voor andere projecten gebruikt worden. En dan hier ook nog een grotere die om de pagina's mee te maken. Hier nog meer edge dies. Dus voor je randen. En nog een set met pagina's, maar dan met gekartelde, onregelmatige, alsof de randen gescheurd zijn. Het zijn echt, er zit ook heel veel dies in één set. Dus je krijgt wel echt serieus waar voor je geld. Soort van druppels of kringen, hoe je het ook maar wil noemen, hartjes. Nou ja, takje, andere vormen. Dat is dat. En dan hebben we nog... Oh, dan zal ik even naar de boekjes gaan, want daar past het natuurlijk allemaal perfect in. Mooi verpakt. En een hele mooie kwaliteit, laten we maar zeggen, leer. Het is natuurlijk geen leer, maar het is echt heel mooi en heel dik. Dit is de jeanskleur, er zit een pocket voorop, waar je natuurlijk weer dingen in kunt doen. En je bindt de pagina's, zoals ik ze hier liet zien, als je dit hebt uitgesneden en gerild. Vouw je dubbel en dan schuif je het onder het elastiek door en zo op die manier bind je al je pagina's in. Dit is dus de jeans versie en dan hebben we ook nog de Vintage Brown. Vintage Brown. Hetzelfde verhaal, je bindt het in met de elastieken die er al in zitten. Het is dubbel laags, want je ziet hier aan de buitenkant de elastieken niet. Dus er zit een laag tegenaan, waardoor het netjes is weggewerkt aan de binnenkant. En je alleen maar aan de buitenkant het elastiek hebt om je boekje bij elkaar te binden. Te houden, eigenlijk. Mooi hoor. Oh, en dit is zeg maar paspoortformaat. Dus je zou ook nog je paspoort hierbij in kunnen doen. En leuk kunnen opleuken met de pagina's die je zelf hebt gemaakt. En dan als laatste van Elisabeth hebben we twee stempels. Nou, dat spreekt voor zich.
En deze. Deze hoort eigenlijk bij de vorige serie, maar hij past hier prima bij. En ik vond hem zelf zo leuk omdat er heel veel onderdelen bij zitten. Maar vooral omdat het een pocket is. En ik ben wel eigenlijk dol op pockets. Leuk om te verwerken in je journal, maar ook zo hier. Als je naar iemand toe gaat voor zijn verjaardag. Zeg maar als cadeautje. Dus die hebben we er ook bij gedaan. En dat was Elisabeth Craft Designs. Ik schuif mijn stoel door. Want anders zijn mijn armen te kort. Heel veel van Tim Holtz, maar ook nog veel andere spullen. Het eerste wat op voorraad is gekomen, zijn de storage pockets van Avery L. Die worden heel erg veel gebruikt voor het opruimen van stansen en stempels. Dus je kunt het ook doen op de manier, dat doe ik trouwens zelf ook hoor. Dat pak ik als de verpakking van een stans kleiner is, dan gebruik ik deze zakjes. En dan doe ik op de verpakking. Oh, net als hier, weer dat, magnetische vellen. En daar doe ik mijn stansen op en dan doe ik dat in zo'n zakje. En die zet ik dan achter elkaar in een bakje. Dus dat is mijn manier van opruimen of bewaren van stansen. Goed, een batterij aan stempels van Tim Holtz weer op voorraad gekregen. Eindelijk, want het heeft best een hele tijd geduurd. De field notes zijn er weer. En ook de faded type. Very popular. Mooie set. En oudere sets zijn er weer. Zoals de wildflowers. En dit is de newsprint. Ik moet het uit mijn hoofd. Oh ja, staat er wel op. Newsprint en type. En de Tiny Text, ook een van de nieuwe stempels. En dit is bijna een Golden Oldie, de Ticket Booth. Ja. Hier zit ook een standset bij trouwens, voor wie het nog niet weet. Dus dan kun je ze ook allemaal uitstansen. En dit is mijn favoriet. Et cetera, die gebruik ik echt heel, heel, heel erg vaak. Of et cetera, moet ik eigenlijk zeggen. Dit is Papillon. Ook een prachtige set. En wat hebben we hier nog meer? De nieuwste Professor. Dus dit is de Professor 2. Eén hebben we ook niet meer op voorraad, maar die was ook nog steeds niet leverbaar. En als laatste de Entomology set. De beestjes, zeg maar. Voor wie er van houdt, en dat zijn er heel erg veel. En een mooie achtergrondstempel, hè? Een hele mooie achtergrondstempel. Goed, we gaan door naar de tin lids. De mini butterflies, die zijn aangevuld. En dan ga ik eventjes naar verrantage, een soort van tussenstapje. Want ik denk niet dat iedereen verrantage kent. En dat ga ik even laten zien. Ik doe vast mijn heattool aan. Wacht even hoor, het licht schijnt er soms in. Wacht eventjes. Ik doe even de lamellen dicht. Daarom probeerde ik net de hele tijd te wisselen. Zo. Is het beter? Goed, frontage. Daar krijg je echt een heel erg leuk effect mee. Het zijn vrij grove korrels. Dat is tenminste hoe ik het doe. Die strooi je op je papier. En dan ga je vanaf de onderkant verhitten. Want anders zou je ze allemaal wegblazen. Dat duurt natuurlijk eventjes, want de warmte moet door het papier heen.
Maar ik zie, ik weet niet of jullie het kunnen zien, ik zie dat ze aan het smelten zijn. En dat gaat, als het maar een heel klein beetje gesmolten is. Als je het omhoog houdt, schijnt het licht erin. Dus, ja. Zo doen. En dan doe ik het nog even van de bovenkant. En dan heb je, met verdikking dus, allemaal, nou ja, allemaal leuke witte spatjes. Wat je, nou ja, weer op van alles kunt gebruiken. Maar je kunt het ook erg goed als sneeuw gebruiken. En het extra leuke hiervan is dus dat het er wat op ligt. Dat is wel goed te zien, toch zo? En dan kom ik gelijk bij de witte inkt. Want daar is natuurlijk heel erg veel vraag naar. Deze is van Ranger. Die is nog niet zo heel erg lang op de markt. Maar ik heb hem net eventjes uitgetest. Omdat ik er van de week ook een vraag over kreeg. En hij is dus top. Mits je genoeg inkt aan je stempel doet. Want de eerste keer dat ik stempelde, had ik dus blijkbaar niet genoeg inkt aan mijn stempel gedaan. Of op mijn stempel gedaan. Want je ziet dat hij hier niet helemaal goed is afgedrukt. Maar daarna heb ik het nog een keer gedaan. En hier zie je dat het gewoon een super mooie witte afdruk is. Op donker papier. Ik denk als je het op nog donkerder papier doet, dat het witte nog meer naar voren komt. Maar dit is dus hele goede witte inkt. En dat is dus deze. Ja, plastic. Oh, plastic. Zo? Ja. De Glacier White. Ja. Van Ranger. Goede witte inkt. De meest hardlopende stencils zijn er weer. Dit is een nieuwe. De Bloom. Even plat halen. Oh, weer hetzelfde verhaal. Altijd die schittering. De Measured. En de Flourish. En de Heartstroke. Maar we hebben er nog een stuk of... doe eens een shot daar naartoe. Daar in de hoek hangen ze. Even inzoomen. Ik weet niet hoeveel we er hebben, maar we hebben er heel erg veel. Yes. Dit is de mini rotary perforator. En daar zit een soort rolmesje in. En of daarmee. Weer hetzelfde verhaal, sorry. Daarmee krijg je, als je daarmee over het papier trekt, dus een perforatielijn. Waardoor je het net lijkt alsof je iets af kunt scheuren. Maar je kunt het ook daadwerkelijk afscheuren. Dan krijg je natuurlijk een gescheurd randje. Ja. En wat ook weer binnen is gekomen zijn de... Acetate Wings. Acetate Wings van Tim Holtz. Heel veel vlinders. En hier een klein voorbeeldje van hoe je ze zou kunnen gebruiken. Volgens mij is dit een voorbeeld van, ik twijfel, tussen Monique en Mirjam. En het staat er ook niet op. Sorry dames, ik weet het niet meer. Maar hier is dus een uitgestanste vlinder en daar nog een keer extra als leuk accent een vlindertje die uit deze set komt. Om je een beetje een indruk te geven. Er zitten heel veel verschillende soorten in, heel veel verschillende maten en kleuren in. Het is een mooi setje. Nou, nog wat embellishments van Tim Holtz. Dit zijn de Clark Roll pencils. Hoe noem je dat? Zeg maar steenkool... Charcoal pencils, ja. Potloden waarmee je mooie schaduwranden kunt maken. Mirjam heeft het voorbeeld gemaakt. Ja, Mirjam. Oké. Okay. De wobbles zijn weer binnen. Wobbles zijn van die springveertjes. We hebben ze in dit maatje en nog een maatje groter. En krijg je dat? Kijk, zo. Ja. Dat zijn van die springveertjes. En dan krijg je dit. Oh, leuke effect. De wobbles. Ook weer op voorraad. En hier. Papier van Tim Holtz. Het bijzondere aan dit papier van Tim Holtz. Een heel blok met heel veel kleuren.
is dat je dit kunt doorschuren. Dus de voorkant heeft kleur, de achterkant is kraft. En als je dan bijvoorbeeld hebt geëmbost en je gaat daarna met een schuurblok eroverheen, komt dus het kraft er doorheen. En hetzelfde geldt voor de blackout. Ook laag houden. Oh, ook laag houden, schittering. Dit is de blackout. Zwarte variant, de achterkant is kraft, dus embossen met een schuurblok eroverheen. En je krijgt dat kraft door het zwarte heen. Echt hele gave effecten kun je hiermee krijgen. En dan ga ik even staan. Oh, dit is nog tissue paper. Maar dan de neutrale. Dus hier kun je zelf op stempelen. En daarna verwerken met collage medium op je scrapwerk. Dus dit is plain. Collagepaper plain heet dat. De soft brush. En dan gaan we hier naartoe. Dit is een hele serie opberg dingen, laat ik het maar noemen. In verschillende soorten en maten, voor verschillende artikelen natuurlijk. Dit is de buddy bag. We hebben er nu 3 binnengekregen, maar we krijgen er nog veel meer van. Dit is echt super tof om je spullen in op te bergen. Dit staat nog niet in de webshop, dat gaat Sanne vanmiddag doen. Maar dit is dus een vrij grotere versie. Als het in de webshop staat straks, dan zie je ook de gebruiksmogelijkheden van het bepaalde storage ding. Want er zijn echt heel veel verschillende soorten en maten. Dit is een vrij grote. Ik moet je zeggen dat ik zo niet eens weet welke dit is, behalve dat het een box is. Maar nogmaals, als het straks in de webshop staat, krijg je de voorbeelden bij waarvoor te gebruiken. En dit is ook een buddy bag. Oh, hier staat trouwens ook op. Kijk, allemaal dingen die je erin kunt en hoe je het kunt gebruiken, maar ook alle verschillende soorten. Dus dit gaan wij allemaal binnenkrijgen. Dus een hele complete lijn met storage artikelen voor je hobbyspullen. Voor je hobbyspullen, ja, maar dan met name voor je, nou ja, eigenlijk voor alles wat we hebben. Man, ik kan het niet eens opnoemen. Jullie hebben vast net zoveel als ik. Waarschijnlijk nog veel meer dan ik. En je weet onderhand niet meer waar je moet opruimen. Dit is transparant en dit is echt perfect. Geloof me, ik heb dat goed uitgezocht. Had ik nog meer, Sanne? Ja, All and Create. Oh ja, ja. All and Create. Dit is twee dies en 1 stempeltje. Oh, ik zal het gewoon plat neerleggen. Ik zal proberen voor de zon te slaan. Ja. Ja, gaat het zo? Ja, gaat goed. Oké. Okay. En 2 hele gave nieuwe dies. Ik heb ze even voor jullie uitgestanst. Ik vind het echt zo'n knap ontwerp. Ik weet hoe moeilijk het is om dies te ontwerpen. En hoeveel dingetjes en handelingen en weet ik veel wat allemaal je moet doen in je bestand wat wordt aangeleverd naar de fabrikant. Dit is echt mega veel werk. Dat zal ik je vertellen. Datzelfde geldt trouwens ook voor die hoor. Maar kijk wat er allemaal in zit aan dingetjes. Echt een geweldig leuke stans. Hetzelfde geldt voor de tweede. Oh, ik kan het ook gewoon op tafel leggen. Want de tafel is wit. Dat is die. Cijfers en letters en blokjes en nou, echt echte mixed media dies. Dat geldt trouwens ook voor die stempel. Ja. Toch? Ja. Nou, dat is wat ik jullie vandaag eventjes live wilde laten zien. Ik vind het leuk dat jullie even meekijken, ondanks het feit dat ik zelf niets heb gedaan. Ik hoop toch dat dat weer gaat komen, maar zodra dat het geval is, horen jullie het natuurlijk. Volgende week is Anneke er weer. Zij heeft alweer wat moois voorbereid. En dan zie ik jullie weer. Fijne dag verder. Dag!